Yo, kijkers van Watchaker, welkom bij een nieuwe aflevering van The Lord of the Rings. En we zijn hier alweer met nummer 2. En, jongens, bedankt voor het kijken. De eerste aflevering hebben wij flink wat views binnengeharkt. Ja, ik dacht, waarom geen nummer 2 vandaag? Dus we gaan gewoon weer lekker in het verhaal op zoek naar, ja, een vervolglocatie. Want we zijn hier eigenlijk best wel klaar. Oh, het is trouwens best wel fucked up. Want, kijk, ik doe F1. Dan zie je dat gele vierkant in één keer in beeld. Maar daar hebben we nou geen last van. Want kijk, als ik dan F1 doe en F3, dan is het in één keer weg. Vreemd, hè? Maar dat is een beetje een shaders bug. Dus mocht jij dat ook ervaren in de game, druk dan even F3 en F1. En dan moet het, als het goed is, weg zijn. Nou, de vorige aflevering weten jullie waarschijnlijk wel dat we dus dit kampje zijn gaan binnentreden. En dat we hier iedereen hebben afgemaakt. En we zagen hier, dan moet ik eigenlijk eventjes een stukje verder lopen. Kijk, wat is het hier weer lekker gezellig druk, zeg. Maar in de vorige aflevering zagen we dus daar in de verte een dorpje. En daar wilde ik dus eigenlijk even gaan kijken. Dus we gaan even een stukje lekker rennen daar naartoe. Ja, de shaders zijn mooi. Het is een beetje gebukt soms, maar niks aan te doen. We hebben liever gewoon een hartstikke mooie gameplay ervaring met shaders. En ja, het ziet er wel leuk uit. Maar kijk, we komen nu dichter bij het dorpje in het zuiden. En ik ga even kijken. We zijn met meneer Harad hebben we 177 alignment. What the fuck, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen? Misschien dat ik buiten opnames ben ik net even rond gaan vliegen. Om te kijken hoe het een beetje uitzag. Maar ja, misschien hebben we daardoor iets hebben gekregen. Maar dat hou ik even voor wat dat is. Want we zijn bij het dorpje. Of moeten we dit eigenlijk wel een dorpje noemen? Dit lijkt wel een beetje een legerbasis als ik zo naar de hoektorens kijk. Nou, weet je, we gaan gewoon naar binnen. We doen de poort open, doen hem lekker weer dicht. En dan denk ik dat we binnen zijn. Nou, wat een gezellig dorpje, zeg. Hallo meneer. We're never letting Gondor take Umbar again, Caladir. Was dat zo dan? Hebben ze ons... Ja, we hebben natuurlijk net wel een kamp gehad. Dus ze proberen het wel weer. Want ja, we moeten nog steeds die verdomde Gondor gaan doen. Maar ik zie hier Quest Giver has died. Dus we moeten eigenlijk eventjes een soort van questboekje gaan maken. En dan, ja, hopelijk kunnen we daar wat mee. Want ik heb er nou helemaal niks meer aan om dat ding in te leveren. Dus we gaan even hier binnen kijken. Zo. En dan komen we dus zeg maar in het inner kwartet. En dan zien we hier wapentjes liggen, jongens. Kijk, dat is mooi nieuws. Dus dan gaan we even kijken of hier wat meer... ja, wat is dit? Dit is een... Een sharp Umbaric poleaxe. Hebben ze hier ook speren? Dit is een speer, toch? Ja, kijk, die speren die moeten we even goed gaan bewaren. Dit is een mes. Wat is het? Long Heretic Dagger. Wat? Nou, tot een bepaald vocabulaire gaat mijn vocabulaire. Dus ja. Yeah. Oké, okay, awkward. Wat hebben we hier? Hier hebben we een pike. Die zijn echt lang volgens mij. Moet je kijken. Holy shit, dat ziet er wel cool uit. Die nemen we ook mee. Dan hebben we hier nog een mees. We hebben hier nog een speer. En hier is geen speer. Hier hebben we een dolk. Hallo, wat hebben we hier? Helemaal niks. Is hier verder nog wat? Misschien in dit huisje. Misschien dat hier een kapitein zit. Nee, hier zit geen kapitein. Maar wel een kist. Met een Coast Southern helmet. En eten. Dus die nemen we mee. En die helm die lijkt me ook wel leuk om mee te nemen. Dus we gaan die meenemen. En hier staat ook Eorl, maar Eorl mogen we niet hebben. Dat is slecht voor je, vooral als je nog moet gaan vechten. Oh, trouwens, het is wel zo dat als je bier drinkt, dat je volgens mij bepaalde krachten erbij krijgt. Is dit de captain of is dit een warrior? Dit is een corsair, daar hebben we niet heel veel aan. Oh, we kunnen de poortjes openen hier. Nou, verder niet relevant hier. Of hier moet nog wat zitten. Nee, dit loopt dood. Dan ga ik eens even kijken bij de farms hier. Want we hebben hier achter, zag ik het al, hier hebben we een cafeetje of een stal of wat is dit? Dit is een barak, oké. Okay. En de kisten zijn leeg. Oh, wat een boekje, The Two Sisters en een pouch. Een pouch die kunnen we wel meenemen. Kijk, we hebben nu een hele mooie achievement erbij, bigger on the inside. Dus we hebben vier plekjes erbij. Voor de rest zitten volgens mij al die kisten wel goed leeg. Meestal zijn er 2 of 3 waar wat in zit. Maar op dit moment... Oh, hier, nog een boekje. Een warning. Oeh, een warning. En... Oh, een zwakke boog. Ja, fuck dat. Die nemen we niet mee. We hebben nog wel een goede boog. Nou, dat includes the stables for us. En dan hebben we hierachter hebben we ook nog wat dingen. Hier liggen meer speren, als ik het zo zie. Dus die wil ik eigenlijk wel meenemen. Is hier nog een speer? Of het is dit? Dit is volgens mij weer die pike. Nou, laten we die liggen. Of jullie moeten nu even in de comments gaan zeggen dat ik het fout heb. Denk het niet.
Maar hier zijn de stables en wellicht dat we hier straks even een paard vandaan gaan halen. Hier zit wel weer een Bow of Harad in. Die heeft 80 draw speed, 110 range damage en een range van 150. En ja, die van mij is volgens mij hetzelfde. Ja, het is gewoon een normale Bow of Harad. We nemen die mee. Bronze ingots. Die komen vast wel van pas. Marsepein. Kunnen we... Oh, we kunnen hier gewoon oprijden. Of niet? Ja. Jongens, we hebben hier zo gewoon straks een paard. Dat is wel relaxed. Paardje, wacht op mij. We komen je zo terughalen. Goed. Dan gaan wij nog even kijken naar dit huis, wat heel vreemd in de berg zit. Hoe gaan we hier nou in vredesnaam opkomen? Ik ga wel even blokjes weghakken. Dat moet vast wel weer lukken om een trapje te bouwen. En wat hebben wij hier? Wat zit hier verstopt? Ook stables. Nou, twee stables. Genoeg om uit te kiezen. Holy shit. Dit is super relaxed hier, jongens. We hebben hier gewoon een medium pouch. Dus er kan nog meer in. Maar we hebben zoveel rotzooi eigenlijk. Ik ga die silver goblets laten hier staan. Wat doen we nog meer weg? We kunnen wel wat... Ja, die leer wil ik houden. Die horns kunnen wel weg. Botten hebben we niet nodig. Ik wil die wel meenemen. En de pork chops. Want het is goed om te eten. We kunnen zo nog even wat broodjes maken. Hebben we hier ergens een crafting table toevallig? Ik denk het niet. Of kan dat ook op een andere crafting table? Hier zitten ook nog barakken. En als de barakken, als we daar doorheen zijn, dan gaan we wel weer op vervolgavontuur. Dan gaan we eens even kijken of we een of ander persoontje hier nog kunnen vinden die mij een quest kan geven. Maar even kijken. Hier is ook nog een medium pouch. Die nemen we mee. En wat hebben we hier? Een Tough Coast Southern Chestplate. Oké, we worden steeds meer Haradrim. En we hebben een, wat is dit? Een Stronghold 6 Protection versus Falling. Oeh. Laat dat boekje hier maar even liggen. Ik vind die lore vind ik heel interessant om te doen, maar liever nu nog even niet. Weet je, ik ben hier eigenlijk wel uitgekeken. We gaan toch nog eventjes wat eten. Ik had gehoopt dat hier nog wat pijlen zouden zijn, maar misschien in die toren. Hallo? Kunnen we hier kijken? Misschien dat hier een... Oh, wow. Hier zitten ook kisten in. Hier zitten pijlen in. En een speer. Dus we hebben flink wat speren. We gaan even al die speren in onze inventory zetten. Zodat we die straks gewoon kunnen gooien. Dan moeten we maar even wat dumpen. Nou, dan is het doei vlees, venison. Brons ingots gaan mee. Ik hoor dat we een beetje klaar zijn voor een groot gevecht. Ik wil deze eigenlijk wel... Zullen we even boven kijken? We kunnen hier gewoon naar boven klimmen, toch? Ja, oh, hier hebben ze ook nog wapens hangen. Dit was... dit is een pole axe. Daar hebben we niks aan. Hierboven in de toren hebben we een heel mooi uitzicht. En ik vind het wel gek dat er geen captain zit in dat fort. Dat is wel... Beetje vreemd. Of is het... Nee, dat is zeker geen speer. Dit is een speer namelijk. Oké. Okay. Oh, hier zit iemand met een quest. Dan gaan we daar eens even naar vragen. Slay 29 Men of Gondor. Nou, ik denk niet dat hij hier wordt afgemaakt. Dus dan zitten we hier nog wel even veilig. En dan denk ik dat wij zo weggaan. Wacht even hoor. Ik zie hier Rangers of Ephelion have launched an invasion nearby. Wat? Oh nee. Zie ik dat nou goed? Oh nee, Italian Rangers, jongens. We moeten ze doormaken. Tering, er komen er echt veel uit. Nee, kut. Ben ik hier klaar voor? Ben ik hier klaar voor, jongens? Oh, ze komen echt naar binnen ook. Kom maar hier dan, hè? Kom maar vechten dan, hè? Oh, het is ook echt een bannerbearer. Oh, fuck. Hij moet dood. Jongens, we gaan... Tering, ze komen echt met een fucking heel legioen aan. Oké, dat is eentje neer. De bannerbearer is dood. Oh, fuck. Oh, fuck. Jongens, dit is heel kut. Oké, okay, daarna moet rennen. Oh, zo. Oké, okay, wacht. Hij heeft een pijl en boog. We kunnen hier doorheen schieten, toch? Oké, okay, jongens. Fucking Italian Rangers. Er zijn er echt drie ook. Oké, okay, meneer. Kom mij helpen, alsjeblieft. Meneer met de poleaxe. Ja, hier, kijk. Daar is hij. Help mij. Hé. Hey. Hoppa. Kijk, hij komt mij netjes helpen. Dan schieten die even dood. Ze vallen dus gewoon dit fort aan. Hij mag niet doodgaan. Oké, hij is neer. Die gast is neer. We gaan nu met speren vechten, jongens. We moeten... Ja, waar zijn die rangers? Oh, hier, daar is er eentje. Oh, wat? Was hij niet raak? Hij was net niet raak! Oh, tering. Die speren doen wel damage, volgens mij, hoor. Kunnen we nog eentje gooien? Ja, hij is neer. En dan hebben we speren erbij. Oké, okay, dit werkt nog best wel effectief zo. Kunnen we hem pakken? Nice. Oké, okay. Speren... En dode rangers. En we moeten even regenen. Want ja, zijn er nog meer? Daarachter zijn er nog meer. Ze worden hier beneden worden ze aangevallen. We maken ze even dood. Huppa.
Oh, tering. Hij heeft wel echt snelle reflectie, man. Oh, fuck. Er zijn er echt veel. Wat doe ik nou? Er staat hier echt een fucking legioen, man. Oké, er is eentje neer. Ze moeten het nou wel allemaal op mij hebben. Er zijn echt al 5 daar. Oké, fuck. Dat zijn er te veel. Snel hierbovenop. Kom hier. Ze moeten echt mij allemaal hebben. Dit zijn er echt gewoon 8 of zo. Dit is echt niet normaal. Waarom moet het ook weer net in aflevering 2 gebeuren? Oké, dus eentje neer. Oké, ik heb geen pijlen meer. Nu realiseer ik me dat ik fuck ben. Ja, we gaan gewoon weer rennen. We gaan al die shit oppakken. Hoppa. Speer, alsjeblieft, speer. Oh. En, holy fuck. Wat? Wie is daar? Wat, ik zie iemand in de chat, maar, waar de fuck is die? Ik ga even terug. Wat? Een of andere sir. Zo. Eerst even met die rangers. Het zijn er echt 4. Echt niet. Oh, wacht. Waarom zijn deze gasten? Waarom komen ze me niet helpen? Oh, nee. Waar zijn die speren, man? Oh. Even rustig. Rustig, reentjes. Rustig. Oké, ik heb hier speren. We gaan het hiermee proberen. Oh, fuck. Dus even terug bij af, jongens. Kom maar. Oké, dat is 1. Ze hebben ook allemaal pijl en boog. Is er nog? Oh. 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 Die is eentje, dat is eentje neer. Pakken we de tweede. Oh, fuck. Kom hier. Dat is 2. Dan gaan we nu voor 3, jongens. We gaan die derde afmaken. Hij gaat dood. Nee. Kom. Nee. Kut. Zo. Hij is neer. Oké, we hebben weer 3 dood gemaakt. Maar wat was hier? Oh. Wacht, er staat hier ook nog eentje. Kom maar hier, jij. Zo. Maar wie riep me nou net? Ik zie daar volgens mij een... Ja, hier, kijk, dat. Wie is dat? Wie is Sir Faramir? What the fuck, wat moet hij van me? Jullie zullen boeten voor wat jullie Gondor hebben aangedaan? Wat hebben wij... Wat hebben jullie aangedaan? What the fuck? Mijn bloedlijn heeft al jaren last van jullie geplunderd. Oh, fuck. Hij heeft een... Wat is dat nou? Heeft hij nou een zwaard bij zich? Dat is gewoon een fucking cool zwaard, though. Maar dat zal hier eindigen. Wat? Nee, hij gaat vechten, hoor. Hij heeft sowieso... Hij heeft die gasten bij zich meegenomen. Ik zie daar 4 gasten. De volgende aanvalsgolf zal snel arriveren. Wat? Heeft hij nog meer mannen bij zich? Ga je niet menen. En dan zal er niks overblijven van de zeerovers van Umbar. Oh, fuck. Hij verklaart... Mohaha. Hij verklaart ons gewoon de oorlog, die fucker. Hier, jongen, kom hier. Fuck ze. Wat, ik kan ze niet meer zien. Of, nou, die gasten daar wel. Die blijven doorschieten. Maar die andere gasten, waar is hij naartoe gerend? Hij liep richting... Volgens mij liep hij richting het... ja, hier daarachter. Daar zit hij vast wel. Au, fuck, ze moeten mij weer hebben. Kom maar hier dan, rangers. Maar what the fuck? Wat doet een of andere Faramir hier nou weer dan? Oh. Die gast moet me echt hebben. Ik ga hem pakken met mijn sharp Umbarak. Kijk, ik kan hem hier gewoon raken. Oh. Zo, afstand jij. Afstand. Afstand. Huppa, jij bent neer. Maar ze willen dus blijkbaar dit... Ja, wat? Ze willen dit... of die Faramir die wil dit helemaal af gaan maken. Oké, dat is bijzonder. Nou, ik wens hem succes. Ik denk dat wij hier daarom ook even de aflevering gaan stoppen. Zover. En dat wij in de volgende aflevering op zoek gaan naar Sir Faramir. Om te kijken wat hij allemaal van plan is. Dus vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchjacker van meer van The Lord of the Rings. En... laat even in de comments achter wat jij vindt van deze aflevering. En dat we misschien wel binnenkort moeten beginnen met een multiplayer. Wie weet, laat het weten. En tot de volgende keer. Later.